Goedemorgen dames en heren, welkom op deze locatiekeuring bij de familie Bosma in Kolmerswaag. Het is hier schitterende omstandigheden. We zijn vroeg en de reden is dat het nog eens warm kan worden. Vandaar dat we dus nu al zo vroeg starten en dat u hier op deze manier al naar kan kijken. Welkom ook aan mijn collega Jan Hellings. En we hopen op deze dag weer een aantal goede en mooie paarden te keuren. Also a warm welcome for our viewers from abroad. We are here at the location of the family Bosma in Kolmerswaag. It's very nice weather. That's also why we are so early, because it's the temperature is very high, and we hoped that we can do a quick curing. And that will go very good, and so that we can end this curing at a good way and with a good temperature. Oh.
Hierbij dan de uitslag. Ik hoop dat jullie mij zo ook een klein beetje kunnen verstaan. Paard nummer 1, Anna-Catharine van de Oostkade. Het is een ruim geleinde merrie die ruim voldoende front toont. Zou iets meer rasuitdrukking kunnen hebben. Het hoofd zou wat sprekender kunnen zijn. En we missen ook wat manen. De bouw is, zoals ik gezegd heb, het is wel lang gelijnd. Wat gezonken in het middenstuk. En we zien ook graag dat het kruis iets minder hellend is. Het beenwerk straalt heel veel hardheid uit. Is iets gebogen het achterbeen. Maar we hebben wel een bemerking op de rechter sprong. Met name de binnenkant is scherp afgezet. Dan de stap. De stap heeft veel ruimte. Maar ook waarschijnlijk vanwege het rechter achterbeen. Zie je dat hij daar minder buiging mee maakt. En dat de stap regelmaat daarin mist. In draf zien we graag dat het paard meer balans zou kunnen tonen. Hij heeft heel veel ruimte in zijn manier van draven, maar mist een beetje de geslotenheid en de balans. Wel een goed wegzettend voorbeen, maar zou daarmee iets meer kunnen reizen. Het paard kan vandaag helaas vanwege de bouw van het rechte spronggewicht niet opgenomen worden in het stamboek. This mare cannot be in, coming in up for the studbook because the conformation of the legs are insufficient.
Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 2, Frauke van Broersmastaten. Het is een merrie die aansprekend is in de voorhand, sprekend hoofd, goede halsvorm. Maakt zich ook mooi in zijn voorhand, in zijn front. In de bouw is hij correct in de verhoudingen, maar gezonken in het middenstuk. En we zouden iets meer lengte in de kroep willen kunnen laten zien. Het beenwerk zou meer kwaliteit uit kunnen stralen, is ook iets gehoekt. En we hebben een bemerking op de bouw van het spronggewricht. En ook de voorbeenstand kan correcter. Dan de stap. De stap toont wel ruimte, maar mist daarin regelmaat. En in de draf heeft ze veel techniek, heeft ze ook wel ruim voldoende ruimte, maakt ook een knieactie, zou er wat meer balans in moeten laten zien. Gezien de kwaliteit van het beenwerk kan deze merrie helaas niet opgenomen worden in het stamboek. This mare is not coming in the studbook because the conformation of the legs are not sufficient.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 3, Femke van der Schouw. Het is een zeer aansprekende merrie. Merrie ook die goed in het rastype staat en die een ruim voldoende rasuitdrukking heeft. Goed verticaal gestelde hals, voldoende sprekend in het hoofd met veel manen. Het paard is een aansprekend in de bouw wat betreft de romprichting. Zeer opwaarts gebouwd. Het zou in de verbindingen ietsje sterker kunnen zijn, maar heeft wel goede verhoudingen. Het beenwerk zou meer kwaliteit uit kunnen stralen en is gehoekt. En ook hebben we een bemerking op de voorbeenstand. De stap die toont voldoende ruimte met goede takt, zou erin iets meer schoudervrijheid kunnen tonen. En in de draf maakt het paard veel ruimte, heeft veel activiteit, ook in het achterbeen. We zien graag het paard dit wel iets meer zich opwaarts zou kunnen lopen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. Gefeliciteerd. This mare is coming in the studbook with a star second premium.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Elske van der Schouw. Het is een merrie die met name aanspreekt in de voorhand. Alles is voldoende verticaal gesteld. Het hoofd is sprekend, gewoon goed sprekend oog ook. Dat maakt dat hij voldoende rasuitdrukking heeft. De bouw hebben we met name op de romprichting wat de bemerking is neerwaarts. En hij is gezonken in het middenstuk, wel in goede verhoudingen. Het beenwerk is recht gesteld, het achterbenen zou wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap die zien we graag meer regelmaat en ook meer ruimte, met name meer schoudervrijheid. Dat zien we ook in de manier van draven. Het heeft wel activiteit in het achterbeen, zou daarbij meer oprichtingen, meer balans moeten laten zien. En de regelmaat die zou ook wat beter kunnen. Het paard wordt opgenomen gezien de cijfers van de ras en de voldoende voor het beenwerk, wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. This mare is coming in a stud book, a stud book mare without the premium. Goed zo.
Stap even rond nog en dan stel ik hem op. Dan hier bij de uitslag van nummer 6, Vinja van Lauren Loeshoofd. Het is een merrie die goede maat heeft. In het geheel mist hij nog de bespiering, maakt het wel een zeer jeugdige opdruk. En wat we bij de merrie ook wat missen, dat is de goede rasuitdrukking. Het hoofd zou daarbij spreken kunnen en de hals is daarbij horizontaal gesteld. De bouw. De verhoudingen die zijn ruim voldoende, is ook goed in de aansluiting, misschien zelfs een tikkeltje strak op de lenderen. En wat wel goed is aan deze merrie, dat is de romprichting. Het beenwerk straalt wel hardheid uit, maar het voorbeen is hol gesteld en zou ook iets correcter kunnen. Dan gaan we naar de stap. De stap met de ontspanning, daarom hebben we hem ook even langer laten lopen, dan maakt hij wel ruimte. Maar mist toch vaak de juiste ritme, regelmaat. In draf, dan heeft deze merrie veel techniek, veel activiteit, heeft ook veel knieactie, maar loopt niet helemaal in die zin in verbinding. Hij zou meer over de rug moeten kunnen lopen en ook meer in balans daarin kunnen tonen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. This mare is in the studbook without a premium.
Hey. Goed zo. Hierbij dan de uitslag van Eltje van Laurent Loeshoof. Het is een merrie die voldoende aanspreekt in zijn ras. Hals is verticaal gesteld, voldoende sprekend in het hoofd. De bouw hebben wel bemerkingen. Het is een, de romprichting is goed, is correct. Het zal wat sterker in het middenstuk kunnen zijn en met name in de lendenpartij aansluiting lenden. Kruis zou wat sterker kunnen. We willen wel een bemerking op de kwaliteit van het beenwerk. Dat straalt weinig kwaliteit uit en enigszins gehoekt. De stap, ja, we hebben hem extra laten stappen, maar dan mist hij in de regelmaat en de ruimte. En de stap, met name dat hij in zijn eigen doen en laten komt, dan zie je er veel activiteit in het achterbeen, ook krachtig. Zouden we wat meer lichaamsgebruik kunnen laten zien en misschien iets meer schoudervrijheid, maar hij waardeert zich in de manier van draven, waardeert hij zich op. Maar deze merrie kan helaas gezien kwaliteit, beenwerk en de kwaliteit van de stap niet opgenomen worden in het stamboek. This mare is not registered in the studbook as a studbook mare because the quality of the legs and the quality of the walk are not sufficient.
Hoi, schaaf. We gaan even hierbij dan de uitslag van nummer 9, Sandra van Arwederpad. Het is een merrie die ruim voldoende rast, die voldoende rast toont in zijn voorhand. Zou iets meer behang kunnen hebben. En het hoofd is voldoende sprekend. Het paard is misschien wat gerekt, heeft voldoende in de romprichting, is sterk gebouwd. Dan gaan we naar de beenwerk. Daar mist hij in de kwaliteit en we hebben met name een bemerking op de voorbeenstand. De stap die zou wat ruimer meer kunnen ruimen en wat meer regelmaat kunnen laten zien. In draf, dan waardeert deze merrie zich enorm op. Hij heeft een sterk achterbeen met veel buiging in het spronggewricht. Gebruikt zijn lichaam wel voldoende, maar zouden we het meer oprichting moeten kunnen laten zien. Gezien de manier van draven wordt deze merrie vandaag geprimeerd met een derde premie. This mare is in the stud book, of is already in the stud book, but gets today a third premium.
Dan hierbij de uitslag van nummer 11, Verdette PJ. Verdette PJ is een imponerende merrie, met name in de voorhand. Lange hals, verticaal gesteld, zou iets meer manen hebben, maar verder is het geheel, toont ruim voldoende ras. In de bouw is je correct of correct in de verbindingen, zou iets mooier in de verhoudingen kunnen zijn, dus iets langer kruis. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit uit kunnen stralen, dus iets gehoekt. De merrie die stapt, met name na het draven, stapt hij wat beter. Zal daar wel meer kunnen ruimen, maar stapt met voldoende regelmaat. Dan komen we bij de draf. De draf waardeert deze merrie zich op. Is wel enigszins duwend, zou daarbij het achterbeen wat meer onder de massa plaatsen, maar ruimt met veel kracht en met goede houding. Deze merrie wordt vandaag tweede premie ster. This mare is registered in the studbook as a second premium star mare.
Goed zo. Hierbij dan de uitslag van nummer 12, paard met voldoende ras uitdrukken, toont ook nog ruim voldoende jeugd, is verder correct gebouwd, iets opwaartser kunnen, maar verder correct gebouwd, ook voldoende in de aansluitingen. Het beenwerk is verder correct, zou wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap, we zien graag dat hij iets meer ruimend, dat hij het achterbeen iets meer onder de massa brengt, zou ook iets meer regelmaat kunnen laten zien. En in de draf, daar heeft hij veel activiteit in het achterbeen, veel buiging in het spronggewricht. Maar we zien graag dat het paard wat meer geslotenheid en wat meer balans gaat tonen. Dit paard wordt vandaag bekroond met een derde premie. This mare is getting this day a third premium.
dan hierbij de uitslag van Arwen van het Waard. Dat is een merrie die stand zeer aansprekend is, rasuitdrukking, goed front, goede halsrichting, kan ervan zeggen wat meer lengte, maar het is een echte zeer aansprekende merrie. De bouw voldoende oprichting, het is een sterke merrie, valt iets weg achter het schoft. Dan het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. De stap die heeft voldoende ruimte, ook voldoende schoudervrijheid. En de draf waardeert deze merrie zich ook op, heeft een sterk achterbeengebruik. En in de rust zie je dat het achterbeen veel buiging toont en dan ook onder de massa brengt. Zou daarbij iets meer bergop kunnen lopen. Vandaag wordt deze merrie bekroond met een ster tweede premie. This mare is registered in the studbook today with a second premium, star second premium. Oh.
Hierbij dan de uitslag van nummer 14, Boukje van de Schouw. In stand is het een imponerend paard, die nog wat bespiering over in de bovenlijn mist. Verder goed in de verbindingen, rasuitdrukking is goed. Lange hals, verticaal gesteld en kijkt de wereld over, zullen we dan zeggen. Het beenwerk staat voldoende kwaliteit uit, maar het achterbeen is erg gehoekt en dat wordt wel meegenomen in de becijfering. De stap die heeft ruimte, maar zou iets krachtiger en ook iets directer kunnen, wat resoluter. De draf waardeert deze merrie zich enorm op en maakt zich niet alleen mooi, maar draaft met veel balans en met een goed achterbeengebruik. En de laatste ronde, dan klimt hij er ook ruim voldoende, klimt hij erin met een goed wegzettend voorbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen met een ster tweede premie. This mare is registered now in the studbook as a star mare with a second premium. Hello.
13. Bouwtje L. Een paard die sterk gebouwd is. Met een ruim voldoende rasuitdrukking. De hals is mooi van, goed van stand. Zou men in lengte kunnen tonen, wel goed gebogen hals. Goede ronding in de bovenhals. Ruim voldoende sterk in de aansluitingen. En een correcte kruisligging. Het beenwerk is enigszins gehoekt, maar heeft voldoende kwaliteit en correct gesteld. De stap die is met ruim voldoende ruimte, krachtig, heeft een resolute manier van stappen. En in de draf veel activiteit in het achterbeen en ook veel ruimte in de manier van draven. Met daarbij zou het achterbeen iets realer onder de massa gezet, verder onder de massa gezet kunnen worden. En we zien een paard ook meer in oprichting toont. Maar gezien de cijfers van de stap en de ras en bouw, wordt deze merrie vandaag ter tweede premie. Hierbij dan de uitslag van nummer 16. Het is een
riaal gebouwd paard met voldoende rasuitdrukking. We zien graag iets meer nek en iets meer lengte in de hals. Heeft voldoende recht in de romprichting. De stap is iets gehoekt en zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. En de stap, dan maakt hij wel ruimte, maar zou erbij wat meer regelmaat kunnen laten zien. In draf waardeert deze merrie zich enorm op, met name in de laatste ronde. Dan zie je dat hij echt vanuit het achterbeen met veel activiteit en met een goede buiging van spronggewicht en de bovenlijn daarbij aantrekt. Je kan voor het ideaal plaatje dat nog iets meer front maakt, maar hij toont heel veel schoudervrijheid en een goede balans. Dus daar heeft hij wel een goed cijfer voor gekregen. Maar hij krijgt vandaag geen uitnodiging voor de tweede bezichting. Dus vandaag geen eerste premie. This mare is not invited for the second view. Oh.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 18, Doeke Utemien. Het is een correct gebouwde hengst die wat luxere uitstraling, wat meer edel hoofd zou kunnen hebben. Wel een ruim voldoende halsrichting, ook lengte in de hals. De hoofdhalsaanzetting is enigszins zwaar. Het paard is correct gebouwd, goede bovenlijn erin, zou iets langer in het kruis kunnen, maar wel een goed kruis van ligging. Het been straalt voldoende kwaliteit uit, maar is wel erg gehoekt. De stap, die met name in de tweede ronde, stapt die resoluter en met de ruim voldoende ruimte. In de draf waardeert deze hengst zich op. Hij kan, als hij wat in de rust komt, dan zoekt hij ook zijn balans op. Vertrekt hij ook vanuit het achterbeen. Heeft dus een ruim voldoende manier vandaar met een voldoende oprichting. Deze hengst wordt vandaag geregistreerd als een sterhengst. This stallion is a star stallion today. Wel, dames en heren, dit is dan de laatste paard ter wereld op de keuring. We zijn mooi op tijd hier geëindigd. Het wordt hier warm, maar we hebben het onder goede omstandigheden deze keuring kunnen doen. We hebben een aantal goede sterrenpaarden gehad. Dat maakt dat het toch een geslaagde morgen is hier. We zien u graag morgenochtend weer terug. Er zijn er twee keuringen die alle twee om 8 uur aanvangen. En dat is bij Suzanne Wind in Vledder. En dat is bij de stal Hens Woude in Oldeboorn. En we zien u dan ook graag terug. Well, ladies and gentlemen, we are just ending this inspection. It is warm now, but we have it ended this inspection at a good way, and the circumstances to do this inspection were very good. We had nice results, and we are expecting you, if you want, we see you back tomorrow morning. There are two inspections, all two start at 8 o'clock by the Suzanne Wind in Vledder. And with the stables of Hens Woude in Oldeboorn, 8 o'clock, both on the live stream and both starting at 8 o'clock, as I said. Have a nice day.